Maar wat wil jij bereiken in je leven? Dat ik niks meer hoef te doen. Je bedoelt voor geld? Nee, sowieso niks doen. Maar misschien heb je wel passies of ambities. Hm? Nee. Hey! Ik kom zelf aangeven! Jullie hebben me! Ik geef mezelf aan! Voor welk delict? Gewapende overvallen, pompjeshop, winkels, alles! Ja, meneer, ik herken u van de beelden. Er is geen enkele overval gelukt. Noemen ze een naam? Wat voor naam? Gewoon, verzin er gewoon een naam. Als jij een naam moet verzinnen, verzin er gewoon een naam. Als jij nu een naam zou moeten verzinnen, dan noem jij nu de naam... Nee. Nee, 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 nee. Ik ben gewoon niet origineel, joh. Dit ga je niet mee, ik ga het niet trekken, hoor. Dit ga je niet menen, dit. Ik heb een midlife crisis, of niet? Nee, joh. Ik heb een midlife crisis, nee, ja. Ik heb een midlife crisis. Ja, dat is een beetje persoonlijk. En hoe dat zou ik maar niet doen? Wat is het? Een onder God, onder jou? Zo, hou op met filmen nu. Absoluut niet. Jazeker, nou, ik wil helemaal niet gefilmd worden. U wilde dat kind gaan aanvallen. U wilde hem gaan mishandelen en niemand moet daar getuige van zijn. Toch, jongeman? Jij was, je voelde helemaal niet op je gemak, toch? Ah, we treffen het wel met het weer. Even zo goed. Goedemorgen allemaal. Hallo Jeroen. Hallo Harm. Hallo Peter. Sorry dat ik wat later ben. Oh, nee. Nee, 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 nee. Sommige mensen vinden bakken van brood het mooiste wat er is. Weer een ander vindt bankwezen fascinerend. Nou, en dat heb ik met racisme. Mijn broer die woont nog steeds bij zijn moeder. Nou, dan is er wel een misgegaan in uw leven, of niet? Alsjeblieft! En ik ben weg hier! Au! Sorry. Sorry. Mag ik deze even opnieuw? Ja, natuurlijk is het zo! Ja, natuurlijk is het zo! Hé, hey, Hitler! Ik ben lekker op je hoerenpaard gereden met je rare kutsmoel! Dat moet je niet willen, dat moet je niet willen. Daar komt rotzooi van, dat is geen goed plan. Dat moet je niet willen, dat moet je niet willen. Dat is helemaal geen goed idee. Waar ging het mis? Was het bij dat haten? Ik zou maar gelijk met de deur in huis vallen. Ik vind het sterk, maar het zou wel moeten kunnen. Of eerst even een kop koffie. Ik hou wel. Ik loop wel eventjes mee. Ach, lul, durf toch iets te willen? Ik weet precies wat ik wil, alleen jij wil blijkbaar de hele tijd dat ik iets anders wil. Nee, dat klopt. Vriendschap heb je verwaarloosd. Relaties gingen naar de kloten. Maar ik hield vol. Ik ging door. Op weg naar de top. Gaan naar de top. De top die ik nooit bereikt heb! Kut! Ja, doe ik dat. Oké, okay. Nou, wat goed, wat gaaf. Nou, dankjewel. Contrasterend. Super, ja, daar kan ik wel wat mee. Zeker, wat ik zeg, ik ben heel erg zoekende, dus dankjewel. Ik zou zeggen, eet lekker. Sorry, is deze stoel vrij? Ja. Ik heb het helemaal gehad! Ik krijg allemaal naar de pestpleuris! Ik ben eenzaam! Ik ben helemaal alleen! Ja, jongens. Daar heeft hij wel een punt. Jij gaat eraan, jongen. Ik ga je zo verschrikkelijk hard op je bek slaan dat je nooit meer opstaat. Oké. Heel die lelijke rotkop van je, die sla ik een gruwelijke momenten. Dat zullen we nog wel eens zien. Ik sla je eerst blind. Daarna sla ik je zo wat op je neus dat je nooit meer kan ademhalen. En daarna maak ik je af. Met de linker directe sla ik je hartstikke dood. Deze wijn ligt al 19 jaar, hè? Als het een meisje was geweest... Ja? Had je ze nu kunnen neuken? Jochen. Hi. Ik ben Bas. Hoi. Ja, Leo Alkmaar.
Donnie. Hoi. Zet uit. Dan is het lekker om daar een diepvriesfrikandelletje bij te doen. Die laten we van tevoren heel eventjes ontdooien. Want dan gaat hij lekker snel door die blender heen. Oké. Nee. Dat laten we dat niet. Dat hoeft niet. Laat maar. Doe dat maar niet. Laat maar. Wat doe je nou raar?